Als jij wil leren hoe je dit kan doen. Blijf dan zeker even kijken. Yo mensen, welkom terug op het Cartoast kanaal. Vandaag laat ik jullie echt een van de beste trucs zien die ik kan. En hij is helemaal niet zo heel moeilijk. Het is een teleportatietruc. En zoals je al in de intro kon zien, is die super visueel. En hij ziet er echt prachtig uit. Ik ga hem in 3 stappen uitleggen. Dus ja, laten we nou gelijk maar gaan naar de tutorial, denk ik maar. Let's go! We beginnen met de dierschip. Nou, eerst ga ik dus stap 1 uitleggen wat de voorbereiding is. Goed. Dit is het volgende wat we gaan doen. Je begint met een normaal pak kaarten dat gewoon geschud kan worden. Dus bijvoorbeeld met een ripple shuffle of met een kopiëren, het maakt niet uit. De toeschouwer kan schudden, jij kan schudden, dat is het mooie aan deze truc. Nu ga je op zoek naar 2 kaarten. Dit kunnen de jokers zijn, de azen, boeren, koninginnen. Ik gebruik in dit geval de jokers, omdat die zijn het mooist, vind ik. En het simpelst, dus die kan je mooi gebruiken voor deze truc. En zodra je deze 2 kaarten hebt, ga je eigenlijk verder met de volgende stap. Stap 2 is de double lift goed kunnen. De double lift is een cruciale move voor alle goochelaars, maar deze truc gebruikt hem ook. Laat ik maar eerst even uitleggen wat double lift is. Een double lift is eigenlijk dat je 2 kaarten oppakt als 1. Dus het lijkt voor de toeschouwers of er 1 is. Nou, dat doe je als volgt. Je pakt 2 kaarten en je draait ze om. Nou, dit vereist wel wat oefening, maar als je dit een beetje goed oefent, dan zou het niet heel lastig moeten zijn. Dus zoals je ziet zijn 2 kaarten, maar het lijkt er 1. Je moet het heel erg goed over laten komen. Dus hoe je het doet is je pakt 2 kaarten. Zo. En je legt je pink er eigenlijk tussen, zodat je een soort gat creëert. En vanuit daar kan je de kaart oppakken. Voor de toeschouwer lijkt het nu alsof dat 1 kaart is. En dat is dus heel handig voor allemaal soorten trucs. En deze move hebben we ook nodig voor deze truc. Dus je pakt er 2 op. En je draait ze om als 1. Nu denkt toeschouwers dat je alleen de A's hebt, maar dat is niet zo. Nou, als je dit vaak genoeg oefent, dan zal het vast wel goed lukken. Deze move heb je zeker nodig voor deze truc. Dus ja, laten we gaan naar de volgende stap. De laatste stap is de uitvoering van de truc. Nou, hoe doe je dit? Zoals we net double lift hebben geleerd, doe je dat eigenlijk gelijk. Dus, je pakt 2 kaarten op en draait ze om als 1. De toeschouwer denkt dus nu dat ze naar de harte A's kijken, maar eigenlijk heb je daarachter een andere kaart zitten. Nu draai je dus om en pak je dus de neppe kaart die er dus achter zit en stop die in het midden. De toeschouwer zal dus denken dat de harte A's daar zit. Je laat hem een beetje uitsteken, zo, ongeveer de helft. De harte A's ligt nu dus boven en wat je gaat doen is je pakt de harte A's op, zo een beetje, en dan zet je je pink eronder. Dat zorgt ervoor een klein gaatje waar jij zo meteen gebruik van gaat maken. Nu komen die 2 jokers in het spel. Leg eentje op de bovenkant. De andere schuif je onder de beide kaarten. Dus dat je eigenlijk stiekem, wanneer je ze oppakt, de harte A's meeneemt. Als je nu gaat schudden, wat je gaat doen, is met je wijsvinger duw je de kaart in het spel en terwijl met je duim trek je de joker naar achter. En dit geeft echt een geweldige illusie, alsof de kaart teleporteert. Dus nogmaals, het is een tip dat je het snel doet, dan heeft niemand het door, en beweeg je handen erbij. Nu van de zijkant. Ik gebruik de A's in dit geval. En wat je gaat doen is, je doet gelijk eigenlijk de double lift. Nou, je kan bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de toeschouwer gestopt zegt en dan kopieer je daarnaar. En dan doe je je double lift. In dit geval de klaveren 4. Met daarachter de harte 8, maar dat hebben ze niet door.
Nu draai je dit weer om en leg je, dus die harte achter, en zij denken dat het de klaver 4 is, midden in het spel. En laat hem voor de helft uitsteken. Nu pak je die 2 kaarten op en zorg je voor die ruimte met je pink en de bovenste kaart. Je legt 1 van de kaarten bovenop en de andere schuif je onder het gat. Zo neem je dus stiekem de gekozen kaart mee. Nu schud je je hand een beetje en duw je de kaart naar binnen en trek je de aas naar achter. Dit zorgt voor een super mooi effect. Als je mijn video's nou leuk vindt, zou ik zeker aanraden om te abonneren op het Cardfocus kanaal. Ik post hier allemaal soorten kaarttrucs, soms zelfs munttrucs en andere kaartmoves. Dus als je abonneert, dan mis je geen een van dat soort video's. Als je deze video nou leuk vindt, vergeet dan zeker niet de video te liken. Dat zorgt ervoor dat de video wat meer in YouTube komt. Maar ja, dat was hem eigenlijk weer voor vandaag. Doei! Klik hier voor een andere video. En hier om te abonneren.